We gaan gewoon één keer in de zoveel tijd even opzoeken. Dan hebben we hier ook Joris. Hey. Het is hier een beetje vol. Maar hij is echt kapot. Of ik er een systeem in heb. Zwingedachtig of aan. Die rennen daar heel vaak tussen de bosjes. Jullie weer kijken naar een nieuwe video. Wij zijn op dit moment bij Maaike. En Maaike staat niet meer bij mij op stal. Maaike is met zwangerschapsverlof. En ze staat weer terug bij de eigenaar. En dat is wel even heel erg wennen. Maar ze heeft hier ook echt een super mooie plek. Ja, hè, vriendin. En jullie zien haar niet helemaal staan, denk ik. Ja, inmiddels. Monika is even gezellig mee en we dachten, we gaan Maaike even opzoeken. Gaan we haar even poetsen en dan even bij haar kijken. En we hebben de training dus langzaamaan wel wat afgebouwd. Ja, dus dat ze niet vanuit heel fanatiek sporten in één keer niks meer doet. Hebben we er dus wel langzaam wat afgebouwd. En gaan we haar gewoon één keer in de zoveel tijd even opzoeken. Het is hier echt vlakbij. Dus dat is alleen maar helemaal fijn. Doen we even een nieuw vlechtje in haar haren. En dan staat ze er weer even helemaal mooi bij. Nou, we gaan Maaike dus even poetsen. En even een nieuw vlechtje in haar manen doen. Nou, Maaike staat hier. Het is ongeveer een 5 minuten rijden ongeveer. 5 minuten rijden hier vandaan. Dus Monika en ik hadden even zoiets van even een wellness uurtje voor Maaike. En gelijk even een beetje bijscheren. Zo. Nou, nu we bij Maaike zijn, dan hebben we hier ook Joris. En Joris is het jonkie van Floortje. Ik weet alleen even niet waar Floortje is. Jee. Maar die heeft dus een puppy gekregen, een halfjaartje terug. En daar is deze uitgekomen. Ja, en die is helemaal lief. Die is helemaal lief. Helemaal lief hondje, hè? Oh. Die is helemaal knap ook. Helemaal knap en helemaal wild. Ja. We hebben Maaike gepoetst en Maaike heeft inmiddels een mooie nieuwe vlecht in. Maar die ziet ook dat ik wat lekkers heb. Dat heb ik speciaal voor jou meegenomen. Ik moet wel even delen, ook met de rest. Zie. Maaike haar favorietje. Een worteltje. Lekker hè? Dan heb ik die speciaal voor jou meegenomen. Nom, nom, nom. Zo. Lekker, lekker, lekker. Nou, doei vriendin. Ze hebben hier trouwens ook super leuke geitjes. Hey. Ze zijn heel lief. Ze hebben ook nog twee konijnen. Joris. Hey. Ze zijn jullie van die lieve geitjes, joh. Joris denkt ook een beetje dat hij een geitje is. Ja. Liggen jullie hier zo mooi? Liggen jullie hier zo mooi? Hi. Ik weet niet hoe ze heten. Maar jullie liggen hier wel heel lief. En kijk, en dan hebben ze ook nog twee grote konijnen. Joris. Ben jij zo wild? Ben jij zo wild? Harry en Mathilde heten de geitjes. Nou, bij deze jongens. Hey, Harry jongen.
Hallo. Dit is Harry, toch? Die bonte. Hé, hey, Harry. Hé, hey, jongen. Ja. Oh, nou, ik word hier echt gebombardeerd met honden. Want Ellie is er inmiddels ook gezellig bij gekomen. Ja, hè? Hé, hey, Mathilde. Wat zijn ze allemaal wild, hè? Ja. Hey. Het is hier een beetje vol. Want de mengkar, die staat hier, die is niet van mij. Maar die is van de eigenaar van Patty. En Patty hebben ze dus wel voor de kar. En het idee was eigenlijk dat het wel makkelijk was dat die even hier zou staan. Zodat ze dan vaker de kar ook even makkelijker kunnen pakken. Dus die staat nu nog hier. Maar die wil ik uiteindelijk daar in de hoek hebben. Maar die moet ik dus eerst even opruimen. Dus het is hier nu een beetje vol. Lucas staat op de spoelplek. Die gaan we nu even opzadelen. Want ik heb zo meteen les. Dus we gaan hem eventjes opzadelen. Les zit erop. Het ging echt onwijs goed. Heel erg trots op Lucas. En we gaan hem nu even, of tenminste Monica is hem even lekker aan het afspoelen. Want hij heeft heel erg gezweten. En ik zal even een zweetdekentje voor hem pakken. Maar hij is echt kapot. Ben je helemaal aan het nadenken, jongen? Ja. Ja, Lucas heeft zijn zweetdekentje even op. Dan gaat hij naar stal. Zal ik even wat wat kuil voor hem neerleggen. Hoep, hoep. Dan heeft hij even wat eten. En natuurlijk moet jij ook wat hebben, hè? Oh, oude wilde bruis. En Patty ook. Yeah. Doe maar terug. Zo. Nou,
Lucas zijn hoofd wordt even met de handdoek afgedroogd, hè? Lekker, hè? Ja. Ja, schatje. Nou. Helemaal hard gewerkt, jongen. Kom eens, kom. Hey. Oh, hij is echt kapot, hè? Het is inmiddels de volgende dag en het klusje opruimen moet echt gebeuren. Ik had het jullie al een beetje laten zien, maar dit is nu de situatie van de spoelplek. Superveel rommel en mijn zadelkast die altijd daar stond, staat nu even hier. Die kan ik natuurlijk heel makkelijk vrijen als ik de paarden moet opzadelen en zo. Maar dit is natuurlijk een best wel een bende. Dus daar wil ik wel weer normaal bij kunnen. Dus deze bende van ellende ga ik opruimen en sorteren. En de box waar Patty stond, die is nu leeg. Want ik heb Patty verplaatst naar de box waar Maaike stond. Dus de spullen die ik nog wel ga gebruiken, die gaan in deze stal. En de rommel moet ik even een plek voor bedenken, want ik moet echt nodig naar het stortrijden om onder andere heel veel plastic en zo weg te brengen. De overgebleven stukjes van de pallet, wat ik verzaagd inmiddels heb in kleine stukjes, dat is bedoeld voor de houtkachel van mijn vader. En het project met de overgebleven hele pallets, die liggen daar op een ijzeren kar. Die ga ik eerst dus even hier neerleggen. Want de planning om hier lambrisering van te maken is er helaas nog steeds niet van gekomen. En heel eerlijk twijfel ik inmiddels ook wel of ik het nog wel wil. Want de wand is nu vrij kaal. Maar eigenlijk vind ik het ergens ook wel heel erg mooi zo. En ja, ik denk dat ik hier misschien toch wel iets anders mee wil. Eventueel bijvoorbeeld bepaalde spullen nog wat ophangen en zo. En ik wil eigenlijk ook niet dat het te druk wordt. En ja, ik ben er dus nog niet helemaal over uit. Ik zou dus echt een klusproject hieraan beginnen, maar die zet ik heel eventjes on hold. En ja, dus het hout bewaar ik van de pallets dus wel. Want het kan me zo ineens dat ik denk, het moet toch wel. Maar voor nu laat ik het eerst heel even rusten en ja, laat ik het eerst even zo, want ik vind dit gewoon echt wel heel mooi strak en netjes en opgeruimd lijken. Dus het kan alsnog. De deur daarentegen, die heeft nog de oude kleur. Die wil ik nog wel even zwart maken. Dat is weer een klusje, dat zou ik al veel eerder doen. Maar nog steeds niet aan toegekomen, want er komt elke keer weer wat tussen. Maar nu is wel echt de bedoeling om deze hoek op te ruimen, want ik, ja, het is daar nu gewoon te vol. Dus daar ga ik nu eens mee beginnen. Is geklaard. De kar staat mooi op deze plek en het overige hout waar ik uiteindelijk ooit nog wat mee kan of wil, heb ik even in een lege stal gedaan. Dus dit klusje is nu klaar. Oeh, dit is best wel even zwaar. Patty staat trouwens nu even lekker in de bak. En ja, je mag zo weer naar binnen, vriendin. Ze staat alweer bij het hek te wachten van laat me erin. Het is nu eind van de middag en ik bedacht mij ineens dat ik nog twee zakken... Oké, let niet op de gore
kruiwagen. Maar deze zakken vind ik best wel zwaar. Die zijn 20 kilo per zak. En ik heb er dus even twee in gedaan. En dat is weidekalk. Ik denk dat het wel even handig is om dat over het land te strooien. Want ja, helaas kunnen de paarden bij ons nu op dit moment echt niet meer op het landje. Want het is gewoon heel nat en dat maken ze helemaal kapot op die manier. Dit is de situatie van het landje. Dat ja, is gewoon heel drassig. Het is nu, ja, oké, strafpunten voor mij. Hier liggen eigenlijk nog oude mest. Die had ik eigenlijk nog even op moeten ruimen. Misschien dat ik dat zo meteen nog even doe. Maar ja, hier in het begin is dus altijd sowieso al een vrij groot kaal plek. Heb ik een keer eerder in de vlog ook uitgelegd. Het is ook niet een heel groot stuk land. Maar dit gebruiken ze ook altijd als rolplek. En ja, dat is gewoon het bij binnenkomst eigenlijk van het land. En dat is gewoon helemaal kaal. Dus daar gooi ik ook even wat weidekalk overheen. Want ik zie tussendoor, ik weet niet of dat op camera te zien is, maar hier groeit wel lichtelijk weer wat gras. Dus misschien aan het begin van volgend jaar, in het voorjaar, dat daar dan wel weer gras kan groeien. Maar meestal blijft het toch niet lang heel. Dus alvast als voorbereiding ga ik het wel even dus met kalk even instrooien. Ik heb begrepen dat dit eigenlijk het beste is om te doen in september, oktober of in het voorjaar, wat ik begrepen heb. En als deze video online komt, dan is november. Dat is vast niet zo heel erg. Maar dan hebben jullie een beetje een idee wanneer je dit eventueel kan doen. Er bestaan van die strooimachientjes, maar ja, ik doe het dus even gewoon met de hand. Ik pak altijd gewoon een schep. Ho! Toen scheurde de zak. Nou, dat gaat een beetje amateuristisch, maar dat maakt niet uit. En dan strooi ik het gewoon een beetje zo over het landje. Of ik er een systeem in heb. Niet echt. Zo doe ik het gewoon altijd. Hoppa. Ook dit klusje is weer geklaard. Onder toezicht oog van Donnie. En Johnny. Hey, stinkies. Ja. Yeah. Hallo, hallo. Ja, jullie gaan zo meteen ook mee naar binnen. Ik zag ook nog dat ik hier oud hooi in heb liggen. En dat ziet er echt niet meer uit. En is ook zeker niet meer geschikt om te voeren. Wij zien de laatste tijd heel vaak, tenminste mijn ouders hebben dus zicht vanuit de woonkamer op het landje. En die zien heel op het moment echt heel vaak vogeltjes. En die pikken dit hooi dus eruit. Dus ja, mijn vader maakte net eigenlijk de opmerking van ik zou dat even mooi laten zitten, Patty. Want ik zou het eruit halen. Want hij ziet dus allemaal vogeltjes dat spul eruit halen, dat hooi. En daar maken ze natuurlijk nestjes van. Dus ik denk, ja, dat is inderdaad wel slim. Dus dat laat ik zitten. Dan ja, kan of dan kunnen de vogeltjes daar dus nestjes van maken. Ja, ik zal nu alleen nog eventjes de poep uit het land halen. En dan mag jij ook eindelijk naar binnen, Pet. Die staat echt te ijsberen. En ik snap het wel, want het is ook etenstijd voor ze. De laatste klusjes zijn gedaan. Ik heb net nog even de mest uit de bak gehaald. Het lijkt nu op de camera nog vrij licht, maar het wordt al echt een stuk donkerder. Het is nu inmiddels 5:30 en ik heb iedereen alvast even binnengezet. Soms haal ik de Shetlanders wel 's avonds veel later naar binnen. Maar de laatste, of tenminste de laatste tijd, ik moet zo meteen lesgeven. En dat zijn twee combinaties met vrij jonge paarden.
En de Jets die rennen daar heel vaak tussen de bosjes. En ja, ik wil natuurlijk geen ongelukken dat de jonge paarden schrikken. Dus ik denk, ik haal ze nu alvast maar naar binnen. En dan ga ik nu dus even eten en dan vanavond nog even lesgeven. En dan zit het er weer op. Dan is er bij deze ook een einde gekomen aan de video. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje te geven en je te abonneren. En dan wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!